is natuurlijk ook heel erg leuk om aan de andere kant een keertje te staan. Dus hè, ik heb natuurlijk nu jarenlang heb ik als artiest mogen staan, als ik het zo mag zeggen. En nu sta je dan een keertje aan de andere kant, sta je artiesten te boeken zelf en te doen. En dat is ook wel weer leuk. Maar het zingen, dat overtreft niks. Heb je nou ook meer respect gekregen voor horecazaken, doordat je zelf zeg maar aan die kant hebt gestaan? Ik kom zelf echt uit de horeca. Dus ik wist al dat het hard werken was. Zingen is ook hard werken, maar zingen is echt alleen maar leuk. In horeca, dan heb je toch... Ja, je bent met mensen bezig, je moet... En niet iedereen is altijd even vrolijk. Dus het incasseringsvermogen in de horeca, dat is wel echt... Ja, daar heb ik wel heel veel respect voor. Je zei het al, je hebt ook even een tijdje rust genomen. Maar nu zit je weer vol met energie. Niet bang dat je weer te snel wil en te snel gaat? Nee joh, ik wil daarna een maand alweer. Ik heb het bijna een jaar uitgehouden. Ik vind het helemaal leuk. Wees gerust, ik was niet moe of zo, maar ik wilde gewoon, ik denk van laten we weer eens een keertje doen alsof het, laat ik een serieuze baan proberen. En dat is niks voor mij. Je zegt het al, er staat heel veel op stapel. Wat is wat jou betreft het hoogtepunt wat komen gaat? Qua optredens denk ik toch wel dat binnenkort in Sparenwoude wordt. Dat is natuurlijk een festival, dan staat de hele vallei staat vol en overal echt van alles wat van dikke après-ski tot megapiraten, tot rock, tot alles wat van Nederlandse bodem komt staat daar. En dat is voor ons als artiesten zijn, is dat ook echt, als je dat veld alleen al opkomt, dan borrelt het al. En dat is wel echt een unieke ervaring. Daar kijk ik echt naar uit en dat wordt ook echt wel een hoogtepuntje dit jaar weer.